Hoi iedereen, daar ben ik weer. Nou, ik ben even druk bezig geweest met de grondverf aanbrengen. Eerst moest ik alle lampen eraf halen en nou, die dingen wat er allemaal bij hoort moet ik allemaal eraf schroeven waar de spiegel aan vast zit, zeg maar. Want het is een aparte spiegel op de hout, dat moet ik allemaal eraf halen, want het is natuurlijk zelf gemaakt, hè, door die timmerman. En dat kan je dan ook wel merken als je alles uit elkaar moet halen. Maar ik heb hem even in de grondverf gezet. Trouwens, nog even een tip over wat voor verf je moet gebruiken voor een spiegel. Neem hem nooit op waterbasis, maar op terpentinebasis. Want stel als je je spiegel een keer in de douche zet of in een vochtige ruimte. Als er bijvoorbeeld damp op komt, dan schilfert alles eraf als het op waterbasis is. En als je verf neemt op terpentinebasis en grondverf op terpentinebasis, heb je daar niet zoveel last van. Alleen, minpunt is dat als de verf op je lichaam komt, dat je niet even met warm water eraf kan halen. Dat is wel jammer. Dus ik had net ook een beetje verf hier bij mijn neus. Want ik weet niet of jullie het hebben al opgemerkt. Ik heb een tik met mijn neus. Ik zit echt altijd aan mijn neus. Maar volgens mij zie je nog wel een beetje wit bij mijn neus. Voor de rest van mijn outfit is het niet wit geworden. Daar ben ik wel erg blij mee. Ja, dus ik heb alles losgemaakt. Ik zal het jullie even laten zien en ik hoop dat de verlichting een beetje goed is. Want het is nog niet eens zo laat. Het is iets van 7 uur of zo, maar het is zo donker. Nou, ik laat even zien dat ik de spiegel eraf heb gehaald. En ja, dat ik alvast de grondverf heb gezet. Trouwens, op de blik stond van 5 tot 6 uur laten drogen. En na 30 minuten kan je, zeg maar, de tweede laag grondverf zetten. Nou, ik heb na 5 minuten al de tweede laag grondverf opgezet, want ik heb geen geduld. En ik vond het ook niet nodig, want hij droogt al best wel snel. Je kan ervoor kiezen om eerst te schuren en daarna pas de grondverf te zetten. Maar ik ga mijn spiegel toch niet in de badkamer zetten, dus ik maak me daar niet zo druk om. Dus ik heb hem niet geschuurd van tevoren. Maar ik laat je nu even zien hoe het er nu uitziet. Even een update. Het wordt nou wel wat donker, dus mijn excuses daarvoor. Dit is de spiegel. Dat zit eventjes bij ons op de bank nu. En dan laat ik even zien hoe het er nu uitziet. Hier zit alleen een stuk hout. Helaas kon ik deze dingen er niet van afhalen, want die zitten vast aan de draden aan de achterkant. Maar ik heb hem even zo omhoog getild en dan heb ik de verf onder aangebracht met deze roller. Dus, dat is de update voor nu. Zo, sta ik even in de keuken, zo kunnen we hem weer wat beter zien. Nou ja, goed, normaal gebruik ik natuurlijk altijd mijn Visagie-spiegel voor de verlichting. Maar die zit dus nu in de verf. Dus ik heb vandaar een slechte verlichting. Maar goed, dat is even de update. Trouwens, ik moest even lachen toen ik de grondverf net pakte. Stond er op grondverf en dan stond er primer op. En dat is dan de naam in het Engels. En toen moest ik gelijk denken aan make-up. Ik denk, hè? Wij zetten ook een primer op voordat wij uiteindelijk de foundation opzetten. Hè, om die ogen, om het te verlichten. Dus ik moest eigenlijk best wel lachen. Ik denk, nou, zelfs verf heeft met beauty te maken. Maar ja, goed. Zodra ook de histerverf erop zit, de parel, moerkleur, dan geef ik jullie de laatste update. Doei. Tot zo.